Wat mij ook wel zeg maar aansprak, dat was het bericht over de politieacademie, de angstcultuur bij de politie. Ik ben natuurlijk zelf oud-politiecommissaris en heb jarenlang met veel plezier bij de politie gewerkt. En ik ben bang dat die angstcultuur niet alleen heerst op de politieacademie, waar ik nog actief ben af en toe als examinator, maar dat dat voor de hele Nederlandse politie geldt. En dat is wel een ernstig probleem, want de politie moet orde en gezag uitstralen en weer het terrein terugveroveren. Het vakmanschap moet terug, de expertise, en de politie moet gewoon weer op straat zichtbaar aanwezig zijn en het liefst, zoals we dat vroeger deden, in voetblokken contact maken met het publiek, zodat je goede informatie hebt en weet wat er speelt in de wijk.